We kennen heel veel verschillende soorten getallen. Maar de eerste die je leert al als klein kind zijn de natuurlijke getallen. Natuurlijke getallen zijn alle hele getallen. Dus 0, 1, 2, 3 en zo door. In bijna de hele wereld wordt bij het opschrijven van de natuurlijke getallen het tientallig stelsel gebruikt. Ook wel het decimale stelsel genoemd. Want decimaal komt van het Latijnse woord voor 10. In het tientallig stelsel bepaalt de plek waar je een cijfer schrijft de waarde van dat cijfer. Een voorbeeld. In het getal 42.317 is de 4 niet 4 waard, maar 40.000. Dus 4 keer 10.000. En de 3 staat voor 300. Dus 3 keer 100. We kunnen zeggen dat het getal 42.317 bestaat uit 4 tienduizendtallen, 2 duizendtallen, 3 honderdtallen, 1 tiental en 7 eenheden. Met het tientallig stelsel kunnen we getallen snel groter schrijven. Met iedere nul die je achter een getal zet maak je het getal immers 10 keer groter. Bij grote getallen let je dus ook Goed op het aantal nullen en moet je de juiste namen kunnen gebruiken. De kleinste zijn 10, 100 en 1000, dan 10.000, 100.000 en een miljoen, vervolgens 10 miljoen, 100 miljoen en 1 miljard. Let erop dat we na ieder groepje van drie cijfers een spatie doen, van achter naar voor. Dit helpt om het getal goed leesbaar te houden. Soms worden hier ook wel punten voor gebruikt. 5 of 15. Welk getal is groter? Natuurlijk weet je dat direct, maar je moet het ook goed kunnen opschrijven. Daarvoor hebben we deze twee tekens. Groter dan en kleiner dan. Je kan schrijven 15 is groter dan 5. Of 5 is kleiner dan 15. Een bekend ezelsbruggetje om dit te kunnen onthouden is dat je van het kleiner dan teken een k kan maken. Zelf vind ik het ook leuk om aan Pac-Man te denken die graag een hap neemt uit het grootste getal. Heb je zelf nou andere manier om dit te onthouden? Laat het ons nou graag weten, dat vinden we erg leuk. Nu weet je wat natuurlijke getallen zijn en je kan ze gebruiken in het tientallig stelsel. Ook weet je hoe je grote getallen moet schrijven en uitspreken. Als laatste hebben we het nog gehad over groter dan en kleiner dan. Dit is de basis van het onderwerp getallen. In de volgende video's kunnen we met deze getallen breuken maken, delers zoeken en nog veel meer. Ik hoop dat je dat ook met ons wilt oefenen. Dus graag tot de volgende keer.